In Sint-Petersburg gaan we zo meteen kijken naar de tweede helft van de wedstrijd tussen Polen en Slowakije. De Slowaken op een 1-0 voorsprong. Ja, Pierre en Robert Lewandowski, amper gezien. Ja, die heeft denk ik 3 ballen geschoten. Ja, wat normaal gesproken helemaal geen echte kans zijn. De bal ligt niet goed, hij haalt hem toch maar uit. En dat zijn ja, het wel kenmerken van een spits die heel graag wil. Ja, die blij is dat hij in de 16 een bal voor zijn voeten heeft liggen en dan maar gaat ja, voor eigen succes met kans van slagen mini. De tweede helft tussen Polen en Slowakije. De Slowaken dus op een 1-0 voorsprong en daar is hij, Robert Lewandowski, nog niet echt in de buurt gekomen van de goal. Echt in kansrijke positie. Het commentaar bij deze tweede helft is van Arno van Meulen. Zijn schouders. Polen hebben 2 doelpunten nodig. Lopen geen wissels. Gojak en Krieg de middenvelders. Chesney. Altijd weg eindelijk op de grote toernooi. Rood, op de EK van 2012.